We gaan naar de voorlopige prognose van de einduitslag. En die heeft Ferry Mingelen. Ja. Goed. Wij gaan voor de uitslagen naar het magische scherm, zoals altijd. De voorlopige uitslag op basis van onderzoek van het bureau Sinoveed. Vertrouwd onderzoek. Ze hebben bij stembureaus gevraagd wat mensen hebben gestemd. Daar kan je een goede prognose, een voorlopige prognose op baseren. Opkomst, natuurlijk heel belangrijk. Opkomst, ongeveer 40%. Ongeveer dus evenveel als de vorige verkiezingen. En dan de partijen. We gaan eerst de uitslag in procenten. CDA van 24,4 naar 20,3%. Behoorlijk verlies. PvdA 23,6 naar 13,4. Een klap. VVD 13,2 naar 11,3. Nou, valt misschien nog mee. GroenLinks 7,4, 9,2. Nou, u hoort het gejuich. Ze zijn allemaal in huis. De SP van 7% naar 7,9. En zit hiernaast, hoor je ook goed. De combinatie ChristenUnie-SGP die had een combinatie voor het Europees Parlement van 5,9 naar 6,5. Ook mooi. D66 heeft de hard campagne gevoerd van 4,2 naar 10,9. Hoor je hier niks van, zitten in een ander gebouw. Partij voor de Dieren. Iets gestegen, maar misschien nog net niet genoeg. En de grote onbekende, de PVV. Nu 0, want ze deden de vorige keer niet mee. En in één klap gaat de PVV van 0 naar 14,8%. En daarmee is de PVV de ena grootste partij in het Europees Parlement. Want die komt dus qua percentage direct na het CDA. Wat betekent dat in zetels? Dat is een tikje ingewikkelder, omdat het aantal Nederlandse zetels in het Europese parlement teruggaat van 27 naar 25. Er zijn nieuwe landen bijgekomen. Iedereen moet een beetje inschikken. 25 zetels te verdelen. En hoe gaat het CDA? Had er 7 en krijgt er 5. Min 2. PvdA had er ook 7. En die gaat naar 4. Een verlies van 3 zetels. VVD, 4 zetels hadden ze. En die verliest dus 1 zetel. GroenLinks had 2 zetels, houdt 2 zetels. De SP had 2 zetels, houdt 2 zetels. Een lichte winst, maar ja, daar hou je niet gelijk een hele zetel mee. ChristenUnie-SGP blijft ook op 2. D66, 1 zetel en die gaat naar 3. Partij voor de Dieren, dat is jammer, maar nog steeds net niet genoeg voor dat ene zo fel begeerde zeteltje. PVV van 0 in 1 klap naar 4 zetels. Goed, korte conclusie. 40% van de stemmen. Dat is niet slecht. Dat was vorige keer ook zo. Je merkt dat de discussie over Europa mensen toch naar de stembus brengt. 40% is ongeveer ook het gemiddelde wat in Europa wordt gescoord. Nou, de tweede is natuurlijk PVV toch de grote winnaar. Groter dan de VVD. Dat is natuurlijk wel een pijnlijk punt. VVD heeft het niet zo slecht gedaan, maar PVV is toch groter geworden. En heel opvallend, dat enorme verlies voor de PvdA. Nou, daar komen wij straks ongetwijfeld nog op terug. De volgende en meer definitieve prognose is ongeveer om 9:30.